gezellig. En, mijn moeder zei vroeger altijd, het kan iedere dag feest zijn, maar dat is het hier wel. In ieder geval tot 5 januari weer. En als een soort van zelfsprekendheid lijkt het inmiddels wel dat de schaatsbaan er gewoon weer is, weer staat. En daar ben ik reuze trots op. Gisteren mocht ik op een rode knop drukken. Op de Bree, waarmee de hele verlichting aan is. En ontstaat eigenlijk een fantastisch centrum zo, waarbij je lekker kan shoppen. En vervolgens ook nog eventjes kan schaatsen. En als ik zo om me heen kijk, de gemiddelde persoon hier gewoon even een borreltje kan drinken terwijl je naar het schaatsen kijkt. En er is mij gevraagd, en daar ben ik natuurlijk ook weer heel blij mee, dat ik vandaag de schaatsbaan mag openen. En dat ga ik graag doen. Maar ik wil dit keer, voordat ik dat doe, ook nog toch al een woord van dank spreken aan één iemand die daarbij toch wel iedere keer enorm de nek uitsteekt. En ja, waarvan je wel kunt zeggen, er zijn er meer, maar als die niet meedeed, dan was het er zeker niet van gekomen, Kees. En normaliter zou je zeggen, Kees, Kees, welke Kees? Maar iedereen weet nu hier dat ik Kees Ponsin bedoel, die hier staat. Met zijn zeer lieve echtgenoot, kleinkind en nou ja, de hele gezin eromheen. Ook wel een family man, Kees. Ja. Kees, ik wil een paar woorden naar jou spreken. Ik vind het, laat ik zo zeggen, ik ken jou zo lang als dat ik in Beverwijk ben geland. En dat is niet zo verwonderlijk, want ik kom nog wel eens bij activiteiten die er toe doen in Beverwijk, die bijzonder zijn. En bij al die activiteiten is het wel heel vaak zo dat Kees Ponsin daarbij betrokken is en dat aangejaagd heeft. Zo ook bij de schaatsbaan. Om nog iets te noemen, Kees Ponsin stond ook als lid van het maatschap aan de wieg van de horeca en het recreatiegebied Spaarnwoude. En tijdens de boomplantdag op 20 maart 1991 kwamen koningin Beatrix en prins Klaus naar Beverwijk en planten toen een boom in het Overbospark. Dit moment werd het startschot voor het eerste Beverwijkse Preuvival. Een evenement georganiseerd, u raadt het, onder leiding van regie van Kees Ponsin. Ook hier weer in de rol van aanjager. En daarmee, Kees, kun je spreken. Ik zou willen zeggen, een icoon van onze stad. Met een soort vriendelijke gemoedelijkheid, een flinke dosis humor en het talent om met iedereen door een deur te kunnen en mensen aan elkaar te koppelen, heb je veel tot stand gebracht in Beverwijk. En doe je dat gelukkig nog steeds. Ik ga de schaatsbaan graag openen, want daar begon het net even om. Zeker, op een steenworp afstand van de plaats waar enige tijd geleden de koning zijn lunch kreeg aangeboden in bravoure, mag ik vandaag hier mededelen dat het kapittel voor de civiele orde u kwalificeert als iemand die zich ten bate van de samenleving heeft ingespannen en anderen daartoe heeft gestimuleerd. En aan mij de eer om u te mogen vertellen dat het Zijne Majesteit, de koning, heeft behaagd om u, Cornelis Antonius Wilhelmus Ponsin, bij zijn besluit van 9 september 2024 te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. Graag wil ik je de versierselen ontvangen. Maar een mooiere opening, denk ik, van dit jaar voor de schaatsbaan kan er niet bestaan. Ik zie Kees al een beetje met die hand gaan naar die bloemen, maar die gaan toch echt naar je lieve vrouw. Dames en heren, u kunt hem feliciteren en de baan is geopend. Kees, in eerste instantie van harte gefeliciteerd met de benoeming tot lid van in de orde van de Oranje Nassau. Dankjewel. Ik wil aan je vragen, heb je dat zien aankomen? Helemaal niet. Er zijn heel veel zeg maar seintjes geweest van het wordt een hele bijzondere dag. Maar ik dacht meer in het kader van de naam. Want een onderscheiding had ik echt niet verwacht. En wat is je eerste reactie op deze benoeming? Ja, hoe je dat hoort van de burgemeester? Eigenlijk geweldig. Ja, alles bij elkaar is er niet naast een grote verrassing. Ook veel complimenten. En het is toch een keer leuk om te horen. En ik hoorde dat je ook de icoon van de stad Beverwijk werd genoemd. Dus dat is helemaal fantastisch. Ja, misschien een beetje overdreven. Kijk, de jongens van de vrienden van bravoure, die hebben op een gegeven moment ingezet voor de naam Kees Ponsin op de ijsbaan. Ze hebben, we willen wel sponsoren,
Maar Jan nam het erop. Nou, ik heb in de wandelgangen alles aan gedaan om dat te voorkomen, maar het is me niet gelukt. Dus vandaar dat ik heb me over moeten geven en nu dat het zover is, vind ik het wel heel leuk en ben ik ook wel een beetje trots. Ik wilde nog even wat vragen over de schaatsbaan zelf. Zijn er nog nieuwe bijzonderheden dit jaar aan de schaatsbaan? Nou, hij is 5 meter groter geworden en een beetje opgeschoven, zodat ze meer om het standbeeld heen kunnen schaatsen. Nou ja, voor de rest is hij eigenlijk nog mooier dan andere jaren. Ja. En ik wilde vragen, wie kan er gebruik maken van de schaatsbaan? Meestal voor de kindertjes. In de afgelopen jaren zijn er 2000 schoolkinderen geweest die gratis hebben kunnen schaatsen met les en chocolademelk. En er hebben voor de rest nog 8000 kinderen geschaatst voor een laag tarief. We zijn in Beverwijk een tientje goedkoper dan de rest in Nederland. En dat hebben de sponsors en de gemeente met elkaar opgebracht. Die hebben ervoor gezorgd dat we voor een leuke prijs kunnen schaatsen. Tot wanneer blijft de schaatsbaan open dit jaar? Tot 6 januari. Linda, je hebt in het complot gezeten om Kees tegen zijn koninklijke onderscheiding te geven. Hoe heb je dat aangepakt? Nou, toen het idee was geboren samen met Alice, ben ik eigenlijk contact opgenomen met Gaby Oosterhof van de gemeente. En zij heeft ons ontzettend geholpen, verteld wat we moesten doen. En toen is het allemaal in een sneltreinvaart eigenlijk gegaan. Heb je er veel voor moeten doen? Nou, het was best even werk. We hadden 3 aanbevelingsbrieven nodig van geschikte personen. Aanmeldformulieren, ja, een hoop papierwerk kwam er wel bij kijken. Ja. En hoeveel tijd gaat er nou in zitten? Ik denk dat het wel een paar dagen werk was, alles bij elkaar. Ja.